Afgelopen zaterdagavond, 21 november, werd in het gemeenschapshuis De Linde in Oerlo een uitwisselingsconcert gehouden van fanfare Ons Genoegen uit Oerlo samen met de harmonie Sint Agnes uit Bunde, gelegen bij Maastricht. Een avond die bol stond van de prachtige muziek. Nou, we zijn 2 jaar geleden zijn we naar Bunde afgereisd om daar een concert te geven samen met Bunde. En eigenlijk is het ontstaan omdat 2 van onze oud-leden, Ellie en Leo Dirks, die spelen in Bunde mee. En die hebben heel lang hier in Oerlo gespeeld, komen ook uit Oerlo. En die zijn naar Bunde verhuisd en zodoende is het eigenlijk tot stand gekomen. We willen graag eens een keer met dat orkest een concert samen hebben. Naast de wat zwaardere werk in het begin vooral, ook het wat lichtere werk vanavond. Ja, uiteraard. Niet alleen voor het publiek is dat natuurlijk ook leuk, dat ze niet alleen maar zware werken voorgeschoteld krijgen. Maar ook voor de muzikanten. Ik vind gewoon dat een fanfareorkest, een blaasorkest in het algemeen, moet eigenlijk tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Ze moeten en het concertprogramma kunnen spelen, maar ook het lichte programma. En daarvoor hebben we een paar weken geleden ook een workshop gehad met mensen van het Metropoolorkest. Erg interessant en ook veel geleerd. Alleen dat is dan maar 1 dag, maar evengoed hebben we veel geleerd die dag. Harmonie Sint Agnes uit Bunde behoort al decennia lang tot de betere harmonieën van Limburg. Vorig jaar oktober behaalde de harmonie nog het Limburgs kampioenschap in de eerste divisie tijdens het concours in Venlo van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Opvallend daarbij is dat Sint Agnes al ruim 35 jaar onder leiding staat van dirigent Jacques Klassers, die de muzikanten elk jaar weer weet te motiveren. Ik ben vanaf 1979 daar dirigent, dus het gaat met ups en downs, maar de laatste jaren gaat het goed, ja, inderdaad. We hebben zelfs promotie gehaald laatst in Venlo. Nee, want we zitten eigenlijk al vanaf 1986 in de eerste divisie. Maar we hebben wel, vorig jaar hebben we wel het Limburgs kampioenschap gehaald, ja. Dat. Nu deze uitwisseling naar Oerlo toe, hoe is dat voor jullie? Nou, dat is hartstikke leuk voor mij persoonlijk, zeker omdat ik in 1980 ongeveer, denk ik, heb ik hier zelfs lesgegeven in Oerlo vanuit de muziekschool Venray. Dus het is heel leuk om hier weer eens terug te komen. En inderdaad, de fanfare van Oerlo is ook in Bunde geweest, een half jaar terug, of vorig jaar denk ik. Dus dat is heel leuk om dan weer de vriendschapsbanden aan te trekken, zeg maar. De fanfare in Oerlo kan zich verblijden met veel jonge muzikanten. Iets waar menige fanfare of harmonie jaloers op zou kunnen zijn. Ik ben er ook heel, heel erg blij mee. Het is ook heel moeilijk, want ja, goed, zeker de oudere jeugd die er nog tussen zijn, daar bestaat het voor een groot gedeelte uit, hebben erg veel te doen. Maar ik denk dat wij als fanfare van Oerlo nog juist voor de jeugd nog heel interessant weten te maken door erg divers materiaal aan te bieden, dus wat ze te spelen krijgen, maar ook heel veel verschillende concerten. Dus we hebben in 2013 nog het Windows of the World concert gehad, een heel groot concert lichte muziek. We hebben begin dit jaar in mei hebben een bevrijdingsconcert gehad, weer met totaal andere muziek. Ja, en nou ook weer eens een keertje zo'n concert. Dus we blijven aan de gang om ze iedere keer wat anders aan te bieden. En op 16 april 2016 gaan we de Maestro hier doen in Oerlo. Dat is een tv-programma waarin mensen die nog nooit voor een orkest hebben gestaan, die komen in 1 keer voor een orkest en die gaan proberen een muziekstuk met dat orkest uit te voeren. Voor beide dirigenten een spannende avond. Beide orkesten kregen de kans om naar elkaar te mogen luisteren. En dirigent Geert Jacobs keek dan ook zeker uit naar het concert van Harmonie Sint Agnes uit Bunde. Kijk, Bunde is natuurlijk al heel erg lang een erg goed orkest in de eerste divisie. Fanfare van Oerlo is vorig jaar net gepromoveerd, dus wij komen net kijken in deze divisie. En zij spelen al tientallen jaren. Ze zijn Limburgs kampioen een paar keer geweest, Nederlands kampioen. Dus ja, de 2 jaar geleden vond ik gewoon vooral de klank van het orkest heel, heel mooie, warme harmonieklank en heel muzikaal. En dat is natuurlijk Jacques Klassers wel toevertrouwd. Dat is wat dat betreft ook een oude rol in het vak. Hè. Dus ja, maar ik kijk er echt naar uit dadelijk. Het mooie van live muziek maken is natuurlijk dat het van omstandigheden kan afhangen. Je bereidt alles zo goed mogelijk voor. Maar ja, de laatste repetitie was toch alweer maandag, afgelopen maandag. En het is nu zaterdag. Er is er weer heel veel gebeurd in de wereld. Binnen mensen thuis, op school, op werk en noem maar op, privé situaties. Maar ik heb er vertrouwen in dat ze ook vanavond weer hun beste beentjes en de beste noten laten klinken.